laatst in die Rodrigo. Wie dit voor het eerst ziet, denkt misschien dat het een grap is. Maar nee, de kinderen hier roken echt. En niet stiekem. Sterker nog, ze krijgen de sigaretten van hun ouders. Pois bem, sei lá, não sei explicar. Juntam-se com as outras crianças e não vejo mal nisso. Porque elas não fumam, né? Elas chupam cigarro, fumam, botam logo fora. Het dorpje waar het om gaat ligt in het noorden van Portugal. Drie Koningen wordt er ieder jaar uitgebreid gevierd. Met muziek, dans, lekker eten en rokende kinderen dus. Het gebeurt al jaren en is een traditie tijdens de christelijke feestdag. Al kan niemand precies vertellen waarom. Qualquer pessoa que veja e diz assim, estas pessoas não estão boas, mas só quem vive aqui, cresce e vive esta festa é que sabe o significado disso. Een beetje gek kun je het inderdaad wel noemen, want net als in Nederland roken kinderen in Portugal normaal niet. En mag je pas sigaretten kopen als je volwassen bent. 18 dus. Os meus colegas e uma amiga da minha mãe, só que não era pronto, não era adequado para as crianças, mas não tem nenhum mal porque é só 10 dias. E também é só mesmo neste dia. É só hoje e amanhã, depois acabou. Nem nunca mais as crianças pedem cigarros. Ondanks dat veel mensen het roken afkeuren, omdat het ongezond is, lijkt niemand er echt een probleem van te maken. Dus gaan ze er hier vrolijk mee door. Maar na dit weekend is het over met de sigarettenpret en worden ze weer opgeborgen. Voor de kinderen dan.